the start. Dit is Radio Romme. Met Gianni Romme en Lisbeth de Wijs. Welkom bij aflevering 12 van Radio Romme. Over het KTT Zuid, het KNSB Talent Team, dat tot genoegen van Gianni Romme in Breda traint. Het is een mooi iets dat iets wat de regio vertegenwoordigt, dat je daar ook een aandeel in bent. En wij zijn natuurlijk hier een ijsbaan die ligt in Brabant. We zijn er een van de drie die erin liggen in Brabant. Daar zijn we eigenlijk heel rijkelijk mee, want in mijn jonge jeugd was er maar één. En dat was Eindhoven. Dus uiteindelijk zijn er in die begin 2000 zijn er eigenlijk twee ijsbanen bijgekomen. Tilburg en Breda. En laat dat ook net de ijsbanen zijn waar ook het KTT eigenlijk hun training een beetje verdeelt. Dus tussen Tilburg en Breda. Ja, dat is gewoon prima. Ik denk dat dat heel goed is. Want er rijdt nogal wat talent rond hier, hè? Ook op mondiaal niveau. Nou ja, je hebt gewoon. Het mooie is dat ook. Daar kijk ik dan soms wel eens met schuin oog natuurlijk naar de uitslagen. En denk van: hé, hoe doen ze het dan landelijk? Want uiteindelijk is dat een talententeam. Wat dan natuurlijk landelijk zich meet met de rest van Nederland. Je hebt meer KKT's in Nederland. Dat is ook een gedachtegoed van de KNSB. Die heeft dat jaren geleden zo geïnitieerd. Vroeger had je natuurlijk gewestelijke selecties. En dan had je een kerkploeg. Dat was in mijn jonge jeugd nog. Toen had er ook nog een Jong Oranje. En dat hebben ze toen van de baan gedaan, x aantal jaar. Van joh, we gaan geen Jong Oranje meer doen, maar alles gaat terug naar de regio. We moeten minder gaan centraliseren gelijk. Mensen moeten langer in hun eigen regio kunnen zijn, waardoor ze toch bij hun familie en hun eigen opleiding nog kunnen doen in hun eigen omgeving. Nou, goede ontwikkeling. En dat is nu ook eigenlijk wat er gebeurt met de KKT's. Dus ze zitten in hun eigen omgeving waar ze vandaan komen. Daar kunnen ze ontwikkelen. En dan gaan ze met elkaar meten vanuit die verschillende regio's van hey, wie is dan de betere. En dan zie je sommige regio's doen het soms wel eens net iets beter als andere. Maar dat hangt er ook een beetje vanaf wat je in je regio hebt rondrijden. Want daar moet je natuurlijk ook wel van afhankelijk zijn. Je zegt al, ik let wel op hè, bij wedstrijden als ze meedoen. Volg je ze dan ook extra, die jongens en meiden die hier trainen? Ja, kijk, de juniorenwedstrijden die komen natuurlijk niet in beeld. En dan moet je echt even de uitslagen gaan zoeken. Soms denk ik ook, ik zal eens even kijken of dat kan. En dan zie je wel een paar namen. Denk ik, oh ja, ja, dat gaat wel goed. En dat viel eens een keer tegen of weet ik wat. Ik probeer er ook niet te veel in te gaan zitten. Want dan denk ik bij mij, ja, dan ga ik helemaal in dat trainersvak. En ik heb druk zat met andere dingen. Dus wat ik leuk vind is dat ik ze vooral 's ochtends eens rond zie rijden. En denk van, hey, hoe rijden ze nou eigenlijk? En welke struggle zie je ze soms ook wel eens hebben. En lopen ze een keer langs de baan en even luisteren wat die trainers eigenlijk met ze doen. En ja, dat vind ik dan leuk genoeg. De gemeente Breda vindt het ook belangrijk, want de wethouder kwam ze aan het begin van het seizoen ook echt welkom heten. Maar dat is ook een uithangbord voor een gemeente. Kijk, ze hebben niet voor niks een talentencentrum eigenlijk ontwikkeld voor topsport. Waar ze ook gebruik van maken, waar ze ook hun krachttraining gaan doen en dat soort dingen. Dus uiteindelijk is het natuurlijk elke talentengroep die zich voorbereidt in de Bredase faciliteiten, is natuurlijk interessant voor wethouder. Dus voor hun is dat een belangrijk punt, zeker. Blijven ze hier trainen, volgend seizoen ook? Ik heb nog geen geluiden gehoord dat ze het niet komen doen, dus ik ga er vanuit van wel. Trainer-coach van het KTT Zuid is Milan Kokke. Hij noemt het een voorrecht om met de schaatstalenten te mogen werken. Ja, het is een mooie baan. Het is voor mij mijn werk. En ik denk dat het wel echt een voorrecht is. Het is leuk om ze eigenlijk van het moment dat ze binnenkomen te zien groeien. Niet alleen als schaatser, maar ook als persoon. Dus dat is, het is hartstikke leuk om te doen. Want je doet het al een tijdje hè, bij het KTT. Ja, dit jaar is volgens mij mijn achtste seizoen bij wat de eerste RTC Zuid heette. En dat nu bij het KNSB Talentteam. En daarvoor heb ik inderdaad ook op andere plekken ook deze doelgroep getraind. Maar bij Zuid specifiek is het inderdaad het achtste jaar al. Ja. Dus je hebt eigenlijk ook heel wat talenten die we nu landelijk kennen, die we zouden kunnen kennen, ook begeleid op die weg daar naartoe. Ja, we hebben eigenlijk een lichting gehad waar er meerdere zijn doorgestroomd. Hè, met Jarle Gerrits, Jesse Spijers en Kajo Vos. En dan vorig jaar natuurlijk Remco Stam, hè, waar jullie al de podcast over gemaakt hebben. En ik hoop uit deze lichting natuurlijk ook weer wat door te kunnen laten stromen.
Ik denk dat dat elk jaar heel spannend is. Ja, dat klopt. Klopt. Het is altijd weer afwachten of er natuurlijk een plekje is. Je moet ook een beetje geluk hebben met de timing, zeg maar, in die zin. Je hebt bijvoorbeeld nu bij Regenborg hebben ze een hele jonge, goede sprintgroep. Maar bij de andere teams zou daar misschien ruimte voor zijn. En daar hopen we natuurlijk op. Hè. Hoe gaat dat nou in zijn werk? Hè? Baanselecties zijn er op de verschillende banen in Nederland. Maar hoe komt dan uiteindelijk zo'n schaatser bij het KTT terecht? Waar wordt op gelet? Nou, kijk, de regio hier is natuurlijk is vrij overzichtelijk. Ik heb goed contact met de baanselectiecoaches. Je hebt nu Tilburg en Eindhoven is dan samengevoegd. Daar heb ik eigenlijk al contact met Barend Prinsen mee. En dan Annemarie Thomas natuurlijk in Breda. Dus we zien eigenlijk alle rijders gewoon wekelijks rondrijden. Dus dat geeft al veel informatie. En dan heb je natuurlijk de junioren en kaas waar we veel zien. Dus het, ja, die combinatie en dan ook een beetje input vanuit de baanselectiecoaches. En dan samen met de KNSB maken we een keuze van wie stromen erin in het nieuwe seizoen. En is daar een limiet aan? Hoe lang kan een schaatser bijvoorbeeld binnen het KTT blijven schaatsen? Er is niet een hele harde limiet, maar we willen vooral dat er wel een stijgende lijn zichtbaar is. Sommige schaatsers komen wat later op dan anderen. Sommige, we hebben ook B-junioren in het programma die eigenlijk al heel hard rijden. Maar je hebt ook rijders bij die zeg maar, dan nog fysiek minder sterk zijn en dus eigenlijk wat meer jaartjes nodig hebben. Ja, die proberen ze wel te geven. En zolang we die stijgende lijn zien, dan en we hebben het idee van ze kunnen uiteindelijk ergens naar gaan doorstromen. Dan gaan we daar wel mee door. Een stijgende lijn is dit seizoen zeker te zien bij de 19-jarige Brian Bogert. Brian plaatste zich voor het NK Sprint bij de senioren eind februari in Tialf. Hoe leuk is dat? Ja, het is heel leuk. Voor de eerste keer voor de tv is het natuurlijk leuk en al tussen de grote mannen. Ook bijna voor het eerst. Ik heb één keertje tegen een prof gereden, maar toch voor het eerst maakt het wel extra leuk. En het gaat ook super goed. Ja, het gaat heel goed. Ik heb al 2 PR's gereden, dus daar ben ik wel blij mee. Dus een hele brede glimlach. Zeker, zeker. Bijna net zo breed als op het NK. Dus, Want je bent Nederlands kampioen junioren op de 1000 meter en zo ben je eigenlijk ook hier bij het NK Sprint beland, hè? Ja, het werkte zo dat de eerste 2 van de 500.000 op de enkele afstanden automatisch hier naartoe mochten. Dus daar was ik er eentje van. Je zei al, dan zit ik ineens tussen de grote mannen. Het is niet niks hè, wat er om je heen allemaal start. Nee, er wordt echt hard gereden vandaag. Heel veel 34ers op de 500 meter. Nou, de 1000 is nu nog beter bezig, dus we gaan het zo zien. Kun je eens vertellen hoe je in het KNSB Talent Team Zuid terecht bent gekomen? Want daar schaats jij nu voor. Hè? Hoe is jouw ontwikkeling gegaan in het schaatsen? Hoe oud was je bijvoorbeeld toen je begon? Ja, toen ik begon was ik volgens mij 7 jaar. Ook begonnen op Breda, dus bij de AIA, IJsvereniging Alblasserwaard. En toen ben ik eerst gewoon op laag niveau gewoon bij de club leuk schaatsen. Op een gegeven moment kwam ik in de kweekvijver bij Koos. Heb ik 2 jaar gezeten. En toen bij Annemarie Thomas in de baanselectie heb ik ook 2 jaar gezeten. En nu zit mijn 3e jaar bij het KTT. Ik zou natuurlijk het allerliefst ooit een keer naar een commerciële ploeg mogen om toch echt prof te worden. Maar dromen over een grote ploeg. Je hebt nu al die nationale titel bij de junioren op de 1000 meter. Wordt er dan al op de deur geklopt? Momenteel nog niet. Ik hoop natuurlijk dat het nog komt, maar dat gaan we zien. Want dat is dan niet meer zo ver weg, denk ik. Het ligt er een beetje aan. Ze kijken natuurlijk niet alleen naar uitslagen, ook naar pers. En de ploegen zitten redelijk vol richting de Olympische Spelen, voor zover ik het weet. Dus misschien wordt het lastig en dan gaan we even kijken wat we komend jaar doen. Dus dat is een beetje in je nadeel eigenlijk? Ja, zo kan je het zien. Misschien ook niet. Ik denk dat het gewoon als je hard genoeg rijdt, dan word je vanzelf uitgenodigd. Bovendien, zo'n snelle ontwikkeling, is dat altijd wel prettig? Want nu gaat het ineens razendsnel, hè? Ja, ik hou natuurlijk ook redelijk mijn tijd erbij. Ik zie wel dat de goede stijgende lijn is al de afgelopen 3 jaar. Ja, nu net iets meer. Ik vind het wel leuk, moet ik zeggen, om zo hard te rijden. Je zegt al, ik zit ineens tussen die grote mannen. Zo in zo'n vol Tialf.
Hoe is dat? Ja, dat is echt heel leuk. Dan, ja. Kun je dat eens beschrijven? Ja, dat vind ik heel moeilijk. Ik was sowieso heel zenuwachtig. Maar dan toch op de baan ben je wel bezig met de wedstrijd en dan valt het wel mee. Maar dan, ja, dan zie je wel hoe hard iedereen rijdt. Want normaal rijden we natuurlijk trainingswedstrijden met ook snelle mensen, maar net wat minder snel. En dan hoe iedereen die bochten doorgaat, dat is wel echt indrukwekkend. Maar vooral dat publiek ook. Want dat heb je nog nooit meegemaakt zo, denk ik. Nee, klopt. Ja, dat had ik nog nooit meegemaakt. En ja, met de warming-up, als je op middenterrein komt, toen was het wel even zo van wow, het is wel hard inderdaad. En er is wel veel publiek. Maar als je zo aan het rijden bent, dan hoor je het toch eigenlijk echt niet. Oké, okay. Oh, dat is wel apart. Ik denk je wordt vooruitgestuwd, maar dat valt mee. Ja, misschien het laatste stukje 1000 meter. Dus dan ben ik wel goed moe. Dan hoor ik het misschien wel en dan, ja, ik weet niet of je dan beter van gaat schaatsen, maar gaat wel meer je best doen. Met twee persoonlijke records heeft Bryant Bogert het prima gedaan bij het NK Sprint in Tialf. En dat beseft ook KTT-coach Milan Kokke. Na een aantal jaar moet hij zijn talenten weer loslaten. Is dat lastig? Ja, dat is een goede vraag. Het is altijd een beetje dubbel. Hè? Want je hebt ze natuurlijk jarenlang heel intensief begeleid en gezien. En eigenlijk ook zien opgroeien. Dus het voelt altijd een beetje. Het is altijd wel moeilijk om het even los te laten. Maar ja, dat is ook onze taak natuurlijk uiteindelijk. Het voelt ook als een compliment natuurlijk dat ze uiteindelijk voor zo'n ploeg gevraagd worden. Of daar terecht kunnen. Dus als ze eenmaal over zijn, dan. Ik heb eigenlijk met alle rijders nog wel goed contact. Langs de baan zie je ze natuurlijk veel met de wedstrijden. Je gaat ook verder met de groep die daarop volgt. Dus uiteindelijk is dat gewoon onze rol. Van het huidige KTT is vooral Bryant Bogert degene die op dit moment echt ook zich landelijk laat zien. Hè? Bij de senioren in ieder geval. Ja, Bryant heeft het op het NK junioren, begin januari, heeft hij het heel goed gedaan. Hè? Toen werd hij Nederlands kampioen op de 1000 meter. En tweede op de 500. En voor het klassementje 500.000 waren daar de beste twee. Die konden zich plaatsen voor het NK senioren. Nou, dat was dus ook Bryant. En die heeft inderdaad afgelopen weekend grote sprongen gemaakt. 35-6 en 1-10-7. Nou, dat zijn wel, beginnen wel grote mannentijden te worden. Dus dat, die valt inderdaad op. Ja. Ja, en ook op televisie hè, bij het NK Sprint. Dat is toch ook wel een dingetje, denk ik. Ja, zeker. Ja, klopt. En dat is ook dat helpt natuurlijk ook weer om jezelf in de kijker te rijden. Dan heb ik Lotte natuurlijk, die dan eerder in het seizoen al een aantal senioren toernooien heeft gereden. Dus daar zijn we wel trots op. Want het is als junior is het erg lastig om daar tussen te komen. Zeker bij de sprint. Ja. Dus dat zijn inderdaad opvallende prestaties. Ja. Want er zijn er ook een aantal bij die op het wereldtoneel eigenlijk al mee mogen doen, hè? Geoffrey Koenraad? Ja, Geoffrey Koenraad heeft inderdaad, die heeft zich begin van het seizoen voor de Jeugd-Olympische Spelen geplaatst. In Zuid-Korea was dat, op de Olympische baan. En die is daar inderdaad, half januari heeft hij daar aan de joch mee mogen doen. Ja. Nou, dat was een hele ervaring voor hem en ik denk ook iets wat je nooit meer vergeet. En wat ook gewoon bagage geeft voor de toekomst. Dus dat was hartstikke leuk. Ja. En Lotte Groene noem je inderdaad ook al. Die heeft ook meegedaan aan een aantal World Cups, hè? Junioren. Ja, Lotte heeft inderdaad World Cup 1 en 2 gereden in Baselga en Colabo. Mm-hmm. Ja, dat was een hele mooie trip. En het is ook echt wel een dame die al aansluiting begint te krijgen bij de senioren. Wat merk je daar dan van? Melden ploegen zich dan als ze dat soort wedstrijden hebben gereden? Ja, nou ja, kijk, het wereldje is uiteindelijk niet het schaatswereldje is niet zo heel groot. Dus zoals afgelopen weekend, dan sta je natuurlijk eigenlijk met alle coaches wel langs de baan te praten. En daar wordt natuurlijk wel naar gevraagd. Dus ik probeer daar natuurlijk ook gewoon in dit geval goed te verkopen. Hè? Dat hij uiteindelijk daar een plekje krijgt. Ja, want dat vroeg ik me af. Hè? Letten ze gewoon zelf heel goed op? Of heb jij daar ook wel een dikke vinger in de pap? Nou, ze letten goed op. Maar ik denk dat het ook helpt dat ik met alle teams goed contact heb.
Ik ben zelf bij Regenborg, doe ik zelf, vang ik in de World Cup periode de trainingen op. Naast mijn rol bij Zuid. Met de coaches van ICO heb ik in het verleden bij Icegate samengewerkt. Dus er zijn gewoon lijntjes en dat helpt denk ik wel. Is het een leuke club bij elkaar? Ja. KTT? Ja, ik vind het heel gezellig. Het is het eerste jaar even wennen. Maar ik denk dat het elk jaar wel leuker wordt met z'n allen. Dus je hoeft eigenlijk helemaal nog niet weg. Je zit daar wel goed. Nee, ik zit er inderdaad wel goed. Maar je hoopt natuurlijk altijd op meer. Dus, Want je ziet om je heen natuurlijk wel mensen weggaan. Hè? Remco Stam, Jarle Gerrits, die zitten wel bij ploegen. Ja, klopt. Remco Stam heeft inderdaad een jaar bij ons gezeten. En daarna is hij doorgestroomd naar Jumbo Marathonploeg. Je ziet toch dat die jongen gewoon zo hard reed dat het niet meer dan logisch is dat hij wegging. Dat is natuurlijk jammer voor in de training, maar er zijn nog genoeg andere mensen om mee te trainen. Maar wat denk jij dan? Goh, dat is mijn voorland. Ik wil ook die kant op. Ik was er tot dit jaar eigenlijk niet echt mee bezig. Ik reed net niet hard genoeg eigenlijk, vond ik zelf. Ik zat net niet bij de eerste drie, zeg maar. Altijd een beetje vierde of net iets erbuiten. En dan, halverwege het seizoen na het NK begin je toch een beetje te hopen. Dan ga je hopen. Hopen op een plekje bij een commerciële ploeg. Gaat dat lukken, Milan Kokke? Ja, ik hoop het van harte. En ik denk wel dat hij het niveau heeft laten zien wat er voor nodig is. Maar goed, het hangt van allerlei factoren af. Hè. Ze hebben natuurlijk bij verschillende teams hebben ze een redelijk jonge sprintlichting in de ploegen zitten. Dus het hangt dan eigenlijk weer een beetje af van of er misschien wat oude rijders gaan stoppen. Of dat ze juist bewust willen investeren in de jeugd. Dat laatste hoop ik natuurlijk. Dus ik vind dat hij het niveau heeft en ik hoop dat hij aan de bak komt. En goede contacten met Regenborg, zeg je zelf al? Of zitten die gewoon vol? Want die hebben het goed voor elkaar natuurlijk nu, hè? Wat sprinten betreft. Ja, Regenborg heeft in de breedte natuurlijk een hele jonge, goede sprintgroep. Dus dat zal misschien lastig worden. Maar ik hoop dan bij de andere teams. En er gaan ook wel geluiden dat Zaanlander een sprinttak wil gaan opzetten. Dus misschien dat daar nog iets mogelijk is. Vanwege de successen van Stolz ook? Ja, bijvoorbeeld. Ja, zou kunnen. Ja. En misschien het stoppen van Irene Schuiten natuurlijk. Mm-hmm. Dat er ruimte komt. Ja, je hebt natuurlijk zelf daar ook enorm veel zicht op. Dus je weet ook wel welke wegen je moet bewandelen om hem eventueel ergens te plaatsen. Ja, proberen. We hebben eigenlijk afgesproken om na het weekend, dit weekend heeft hij dan nog NK junioren sprint in Hoorn. 2 dagen. En dan willen we eigenlijk daarna die week gebruiken om te kijken of we ergens contact kunnen leggen. Hij is er zelf ook heel nuchter in. Hè? Ik sprak hem in Tialf bij het NK sprint. En toen zei hij ook, ja, als je hard genoeg rijdt, komen ze vanzelf. Ja, dat is wel wat ik tegen hem zeg. Van, je kan maar één ding doen, dus jezelf gewoon in de kijker rijden. En dus echt de benen laten spreken, mm-hmm. Zoals de wielrenners wel zeggen. En je blijft gewoon ook bezig met jezelf te verbeteren. Ja. Want dan ga je uiteindelijk harder rijden en kom je meer in de kijker. Brian Bogert weet dus wat hem te doen staat. Toevallig kwam hij eind februari bij het NK Sprint in actie tegen een van die andere talenten uit Breda. Jarle Gerrits, bij Jumbo Visma een aantal jaren geleden begonnen in het development team. En nu hier op het NK Sprint. Ja, klopt. Debuut. Ja, ook nog eens. Ja. En hoe voelt dat? Ja, leuk. Ja, leuke wedstrijd om mee te doen. Hoe is het gegaan? 500 wat minder. 1000 ging wel wat beter weer. En op naar morgen. Want je hebt altijd in Breda getraind, hè? Daar kom je eigenlijk vandaan. Ja, van jongs af aan inderdaad in de ijsbaan in Breda te vinden geweest, ja. Want vanuit Oud en Bos was dat het dichtste bij voor jou? Ja, zo'n 20 minuutjes rijden ongeveer. En dan was je bij de mooiste ijsbaan van Nederland. Dat horen ze daar graag, denk ik. Ja, zeker. Zeker een heel goede herinnering aan, zeker weten. Want Gianni Romme is daar nu de ijsbaanmanager en Annemarie Thomas die geeft daar natuurlijk trainingen. Daar komt heel veel talent vandaan. Ja, dat blijkt. Ja, Annemarie heb ik ook jarenlang training van gehad. En Gianni Romme die is ook natuurlijk een fantastisch schaatser geweest. Dus daar hebben ze twee goeie aan bij de ijsbaan.
Maar nu op dit moment komt er ook veel talent uit Breda, hè? Want je reed bijvoorbeeld ook tegen Brian Bogert. Ja, klopt. Ja, die zit nu dan bij Milan Kokke, die bij RTC, of moet ik het goed zeggen, KTT Zuid training geeft. Ja, zo heet dat nu, ja. Ja, in mijn tijd nog RTC. Dus veel talent komt er uit Breda. En hoe gaat jouw ontwikkeling nu verder? Want jouw contract loopt af, denk ik, hè, bij Jumbo-Visma. Ja, dat klopt. Dus dan gaan we even verder kijken hoe en wat. Weet je al iets meer? Blijf je daar? Of kun je daar nog niks over zeggen? Ja, daar kan ik nog niks over zeggen. Dat is even afwachten. Ja, dat is even afwachten. Eerst even dit toernooi maar afmaken dan. Heel veel succes. En wellicht zien we je nog een keer in Breda. Ja, ongetwijfeld. Hartstikke bedankt. In de laatste ronde, Gianni, kijken we eigenlijk al een beetje terug op het afgelopen seizoen. Want de baan gaat alweer bijna dicht. Ja, het seizoen vliegt dan in één keer voorbij. En als je eenmaal de jaarwisseling hebt gehad, dan heb je in één keer dat het eigenlijk 2,5 maand is. En 10 maart is aanstaande en dan is het over. Dus in het weekend van 9 en 10 maart, dan is de baan voor het laatst open? Ja, de 10 maart hebben we nog een familiefunmiddag. Dat is eigenlijk gewoon een leuke afsluiting voor het hele gezin en gezellig en dat soort dingen. En dan heeft iedereen het gevoel ook, hey, dat is een leuke afsluiting. En dat is ook prima, want je ziet nu al wel dat mensen soms rondjesrijders en dat soort dingen, die zie je al minder naar de ijsbaan komen. Want de tochten zijn geweest, de Wijze Zee, dat is eigenlijk normaal. Hoe gaat dat dan zondagmiddag om 5 uur? Gaat de stekker eruit en dan wordt het ijs al gesmolten? Een soort van wel. Volgens mij is het ook meestal wel zo dat de machines, of die worden maandagochtend uitgezet of zondagavond. Maar in ieder geval, ja, dan is het eigenlijk gewoon de machines worden uitgezet. Hier is nu een gedeelte, want de binnenbaan blijft wel open. Dat is wel even nieuws, hè? Ja, aan de ene kant wel, want ze deden het al een x-aantal jaar wel dat ze het dan langer door lieten lopen. Maar dan was het soms tot half april. En nu gaan we het echt tot 1 juni doen. En dat is best lang. Zo, er zit ook best een risico aan, omdat je in mei niet altijd weet hoe warm het wordt. Maar dan kunnen we gewoon eens even goed kijken ook wat de ijsmachines kunnen. Want er is natuurlijk ook een wens, ook van ijshockey bijvoorbeeld, om in september... begin september al ijs te hebben. Nou, daar was een hele discussie afgelopen seizoen over. En uiteindelijk weten we heel vaak niet hoe dat nou tot stand kan komen. Want je kan het wel willen, maar als het ergens eind augustus heel erg warm is, kan je dan überhaupt ijs maken? Want we zitten hier toch met een verbinding met buiten. Dus ik hoop dat de informatie in mei ons veel oplevert. Ook om te weten hoe we straks iets in september zouden kunnen. En wat erbij komt, de risico wordt gedragen door de kunstrijvereniging, want die wilden het heel graag. Dus ik zei ook, ja, daar hangt een prijskaartje aan vast energiekosten. Ja, die worden niet vergoed door een gemeente of weet ik wat. Die komen voor ons als exploitant gewoon voor de kiezen. Dus ja, die moet ik minimaal hebben. Het is eigenlijk een experiment dus. Het is zeker een experiment. Ik weet dat anderen het ook doen. Collega van mij, Jacco-Jan in Horen, die doet het ook. Die heeft ook zomerreis. Dus wat dat betreft is het niet iets nieuws wat ze wat helemaal niet zou kunnen. Maar het is gewoon meer eventjes monitoren wat bepaalde dingen doen qua kosten. En of dat het ook met nu de nieuwe vriesmachine, die veel betere capaciteit heeft, heb ik er ook meer vertrouwen in dat je gewoon het ijs kan maken. Want als het stel dat het te warm wordt en je hebt te weinig capaciteit, dan kan je niet leveren. En dat is ook niet goed. Het wordt een spannende zomer, want normaal gesproken gebeurt er natuurlijk helemaal niks hier in de zomer. Helemaal niks gebeurt er wel, want we hebben natuurlijk toch best wel een paar evenementjes die dan deze accommodatie ook wel weer... Qua ijs bedoel ik. Qua ijs wel. Kijk, normaal gesproken ligt het stil en gebeurt er niet zoveel. En wat ik zei, in april gebeurt er toch wel eens meer dat we die binnenbaan nog iets langer lieten liggen. Dat is in het verleden wel gebeurd. Maar echt nog iets verder niet. En dat is nieuw. Maar wel leuk.